Hoi, ik ben Thomas. Ik ben Stefan en vanavond gaan we een kijkje nemen in een indoor speelparadijs. Okay, we gaan dus vanavond een kijkje nemen in een indoor speelparadijs, maar ja. Het probleem is dat er heel veel kinderen zijn en de kans is dus vrij groot dat we dan worden herkend en dan kunnen we niet echt onopvallend naar binnen. Dus we moeten een soort van vermomming gaan regelen waardoor we iets minder snel opvallen. Nou, ik kan wel deze nemen. Die niet mee. Ja, die niet mee. Rasta's. Ja, nu klopt het plaatje beter dan. Top. Op naar de... Kinderspeelparadijs! Naar het kinderspeelparadijs. Dames en heren. De kids gaan het sowieso niet herkennen die er zijn. Dat hoop ik, ja. Hoop ik. Je moet alleen niet te veel aandacht trekken van die mensen. Nou. Nee. Het is gewoon altijd lastig, maar je moet wel echt een goede stopplek vinden. Ja, anders... dat is belangrijk. We zijn er gewoon. Fuck, ouwe, ik ben zenuwachtig. Ik ook. Ja. Op zich zien we wel, oké uit, man. Ja. Moeten we even die knop omschakelen, hoor. Ja. Ja, zeker. Eén keer die spanning te pakken. Ja, ik ook. Let's go, man. Ja, dus we kopen voor een kaartje. Ja. Zeggen van, nou, ja, we komen ze, mocht ze, waarschijnlijk vragen ze niks, mocht ze het vragen. Zeggen gewoon, nou, we halen jouw broertje op, gaan we gewoon zitten bij de oude plek. Ja. Een beetje kijken, een beetje nodig van de check en dat soort shit. Ja. En dan op een gegeven moment gaan we er gewoon in. Ja. Ja, zeker. Ik kan een broertje ophalen. Ja, dan mogen we bij doorlopen. Ja? Ja, oh, dankjewel. Even kijken waar die uithangt. Hi, zijn jullie rappers? Wat? Oh, Thomas! Dat is Thomas van Stuk Even. Zie je? Ja. Ja, weet ik dat hij ergens rondloopt. Maar hij komt denk ik zo wel. Loop anders even mee naar voren, dan roep ik Frans even om, dan weet ik het zeker. Ja, is goed. Ja, dat is raar, zeg. We vallen nu al te veel op, mensen, de organisatie lopen nu ons achterna. Ja. Dat is helemaal kut. Hey, kut kinderen. We gaan naar buiten. Ja, en dan? En dan? Andere keer. Gewoon mission 1 is gewoon keihard gefaald. Deze missie is keihard gefaald. Ik bel gewoon dat ik, oh ja, mijn broertje blijkbaar wel toch meegaan, mijn moeder. Ja. Oké, doen we dat. Fuck deze shit. Fuck deze shit. Zo. Maar even eerlijk, het is echt keihard mislukt. Ja, het is echt hartstikke mislukt. Keihard mislukt. We hebben er iets te makkelijk over nagedacht ofzo. Oh, fuck. Maar we hebben nu een nieuw plan, hè, want we gaan natuurlijk niet zomaar opgeven. Nee. Kijk, een indoor speelparadijs gaat niet meer lukken, want die zijn nu dicht. Ja. Dus we gaan naar een attractiepark toe. Ja. Maar we gaan kijken of we ergens een ballenbak kunnen fixen, omdat ballenbakken die staan altijd in een indoor speelparadijs, ja. Dus die gaan we meenemen, neerzetten in een attractiepark en dan gaan we vanavond heen. Ja. En we hebben iets leuks gevonden. Kijk eens, ballenbak, ballen met een glijbaan, met een ballenbak, met twee fietsjes en twee schitterende roze stoeltjes. En dat gaan we allemaal meenemen vanavond in het pretpark. En dan gaan we het proberen daar neer te zetten en zo creëren we ons eigen speelparadijs. Eén glijbaan. Helemaal vol. We gaan even een hapje eten. Wat? Oh, ik ga niet slopen schijten hier in mijn auto. Thomas. Wat praat je tegen mij? Jij doet. We gaan. Hey, gast. Mag ik één pizza, salami? Hier, hey, een hey, keer. Hey, no, nou, zeg je dit, hè? Links? Ik moet links. Nee, rechts is groen. Ja, maar ik moet links. Ja, maar ik moet links. Oké, we zijn nu bijna bij het pretpark. We moeten nu een goede plek vinden om er overheen te kunnen zonder te opvallen. En dat is natuurlijk vrij lastig.
Het is gewoon echt sick beveiligd dus. Ja. Met al die eentjes. Achter staat nog een soort van wagen, ja? Ja. Hoort hij bij het park? Weet genoeg. Weet genoeg. Ja, even wachten tot het donker wordt. Straks komen we terug. Precies. Gaan we weer. Showtime. Gelukkig hebben we niet zo heel veel spullen mee. Eigenlijk gaan we gewoon onze eigen attractie bouwen nu. Ja. Let's go, kom op. Er is wel moeilijk veel licht erachter houden. Ah, fuck it, klim er gewoon overheen. En als er iemand naar ons toe komt, zeg gewoon, ja, nee, we komen gewoon een attractie afleveren. Ja, morgen is het. Als het goed is, zijn jullie op de hoogte ervan. Ja. Ik voel nu wel echt de spanning stijgen. Maar als we nu gepakt worden, hebben we toch iets uit te leggen. Niet chill vasthouden. Nee. Ja, maar daar staat de camera, hè? Waar? Ja, die valt. Ja, fuck it, die staat uit. Ik ga ervan uit dat die uit staat. Echt waar. Gaan we gewoon krijgen? Ja. Nou, als er bewaking is op het terrein, dan zijn we in ieder geval nu al gezien. Dan hebben ze ons nu gezien, ja. Zo zwaar. Die is ook kapot zwaar, gast. Hé, maar daar kunnen we er niet doorheen. Nee? Nee. Het is een hek of zo. Ja. Met fucking veel prikkeldraad erboven. Pas op, hier hangen sowieso camera's, hè? Ja. Hallo, camera. Ja, dat is de zijkant. Oh ja, dat kan ook, ja. Ja, dit is de enige optie, man. Gewoon fucking hoofdingang gewoon. We gaan dit spul echt op een mooie plek neerzetten. Oh my god, dit is ongekend. Is dat daar gewoon een cameraatje? Ja, dit is deze gast. Je ziet dat zo hard. Kijk ons lopen. Fucking pretpark met fucking veel speelgoed. Onze eigen indoor speelparadijs meegenomen. Wow, dit is echt sick. Dit had ik vanochtend niet verwacht, nou, hoor. We gaan even in de octopus. Ja. Even als sleutel nodig. Ja, dit is echt kapot hard houden. Het is zo kick om s'nachts een pretpark voor jezelf te hebben. Bizar, hè? Echt. Oké, we gaan nu onze eigen attractie maken met deze shit. En vanaf morgen heeft dit attractiepark dan een nieuwe attractie erbij. Dus dat is leuk. En geen speelparadijs. Zonder ballenbak. Heerlijk, we zijn zo goed voor dit pretpark. We hebben ze gewoon een gratis attractie gegeven, jongen. Die mensen komen hier morgen aan en denken, what the fuck is dit? What the fuck? Die gaan er echt niks van snappen, ouwe. Die gaan er echt niks. Ik snap er niks van het feit dat we hier gewoon al een half uur zijn en er is nog steeds niemand naar ons toegekomen. Maar morgen gaan die mensen, die gaan pas raak kijken. Echt, als dit er ineens staat hier. We gaan even het park verkennen. Ziek hoog glijbaan. Hoogst van het hele park. En dan gaan we naar beneden.
op die kutfietsjes. Dat was fucking vet, of niet? Doei, ballenbak. Doei. Tot ziens, mensen. Doei. Weer een geslaagde avond. Ja, maar het zit erop. Godverdomme. Gewoon niet gepakt. Tegen mijn verwachtingen in. Lekker, hè? Hoe dan? We hadden echt zoveel spullen bij ons. Ja. We hadden echt letterlijk zoveel spullen bij ons. Oké, tot volgende week. Weer geluk, steltje motherfuckers. Vonden jullie dit nou super tof? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog en support ons. En vergeet vooral niet naar onze website te gaan, www.stuk.tv. Voer dan jouw opdracht in en je weet voeren wij dan volgende week voor jou uit. Inderdaad, je kan ons volgen op social media, Twitter, Facebook en Instagram. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal als je nog meer van ons wil zien. Inderdaad, en we zien jullie heel gauw weer.